En welkom bij deze nieuwe video, I'm back. En je zult nou denken van, hoezo you're back, je bent er altijd geweest. Ik heb heel even een break gepakt van 2 weken, maar ik had heel veel extra video's gemaakt, waardoor mijn kanaal gewoon door kon gaan. Maar de laatste 3 video's heb ik dus een maand geleden gemaakt. En vandaag is weer de eerste keer dat ik na 2 weken een video maak. En ik heb het echt gemist en ik heb er echt zin in, want ik loop zo erg achter. Nou, ik heb zoveel make-up hier die er al lang ligt en die ik al lang in een video wilde gaan gebruiken. Dus ik ben heel enthousiast dat ik er nu weer zit. Zoals je al wel kunt zien aan de videotitel, ik heb vandaag allemaal nieuwe make-up van Wet n Wild. Wet n Wild is een heel betaalbaar merk voor de mensen die het misschien niet kennen. Het is te koop bij Booty Shop en bij Beauty Bay. Je kunt ze op allebei de plek kopen. En ik zet hier beneden ook altijd alle make-up neer. Dat doe ik altijd. Dus voordat je allemaal vragen stelt, heel enthousiast, kijk even snel in de beschrijving. Misschien staat je antwoord al gewoon daar. Nou, ik heb hier echt van alles. Ik heb oogschaduw, lipgloss, blush, concealer. Gewoon wat nieuwe make-up. Het is geen full face nieuwe make-up. Want ik maak af en toe een full face video of gewoon een nieuwe make-up video. Er is een verschil, want ik krijg af en toe onder mijn nieuwe make-up video's commentaar van dit is geen full face video. Ja, maar dat zeg ik ook niet. Het is ook geen full face bla bla make-up. Het is gewoon nieuwe make-up. Dus ik ga het ook een beetje mixen met make-up die ik al heb. Maar ik praat nou echt al veel te lang. Laten we gewoon beginnen met de video. Nou, de Wet n Wild primer was uitverkocht, dus die heb ik niet. Dus ik ga gewoon even een andere primer gebruiken. En dat is de By Kelsha Golden Elixir Primer. Super fijn. Is te koop bij beauty88.nl. Ik heb daar ook een kortingscode voor. Staat allemaal in de beschrijving. En deze is heel fijn voor de vettige huid. En aangezien het nou echt super warm is, is zelfs mijn droge huid aan de vettige kant. Dus nou is het wel fijn om deze op te doen. Ik doe hem ook altijd op mijn lippen, want dat is echt heel fijn. Daar is hij ook gewoon echt voor. Je kunt hem ook op je lippen doen of je handen en zo. En ik vind hem daarvoor echt heel fijn. Voor foundation heb ik niks nieuws, maar deze is wel van Wet n Wild. En dit is de Wet n Wild Photo Focus Foundation in de kleur Golden Beige. Deze heb ik al heel lang, echt al maanden. Want deze is heel goedkoop en destijds was die echt een hele hype. Heel veel mensen vinden hem heel goed. Ik persoonlijk vind hem niet... Ik was gek van al die scooters. Ik persoonlijk vind hem niet super, super goed. Want vooral op een droge huid, hij blijft allemaal plakken en maakt allemaal van die droge plekken. En dat vond ik nooit zo fijn. Vandaar dat ik hem niet zo vaak gebruik. Maar nu mijn huid niet meer zo droog is door de hitte, vind ik hem wel fijn. Dus het is maar wat voor huidtype je hebt. Maar ik persoonlijk vind hem met echt een hele droge huid, zoals in de winter en zo. Nee, dan pak ik deze niet echt. En ik heb weer een nieuwe Beauty Blender dupe gevonden. Ik ben altijd op zoek naar Beauty Blender dupes. En dat is deze van Morphe. De Magic Sponsor of iets in die trance. Ik heb hem van Beauty Bay. Maar Beauty Bay is dus gestopt met Morphe verkopen. En dat is dus heel balen. Want ik kocht het dus altijd daar. We hebben ook wel Morphe op Booty Shop volgens mij. Maar daar heb je niet het hele assortiment. Je hebt maar een paar dingen. En deze heb je daar volgens mij niet eens. Maar ik vind hem zo fijn. Dus ik vind het echt balen dat Beauty Bay is gestopt met Morphe. Want ja, ik was helemaal enthousiast om dit te vertellen. En dan nou... is er eigenlijk niet eens een optie meer om het te kopen. Maar ik heb vernomen dat Morphe heeft ook een UK website, dus van Engeland. En dat hun gewoon naar hier shippen. Dus mocht je deze spons ook willen, hij is 8 euro. Super goedkoop en hij is echt heel fijn. Dit is tot nu toe mijn beste dupe die ik heb gevonden voor een beauty blender. Mijn wenkbrauwen zijn by the way vandaag niet zo goed gedaan. Het wilde allemaal niet goed lukken. Ik ben er echt 2 weken uit geweest. Ik heb ook echt gewoon geen make-up op gehad. Geen enkele dag. Ik heb het gewoon niet gedaan. Dus ja, ik ben er heel even uit hoor. De foundation heeft by the way een medium dekking. En hij is mat. Oké, qua concealer heb ik wel iets nieuws. Ik heb de Wet n Wild Photo Focus Concealer. Dus die hoort eigenlijk bij de foundation van net. Maar deze zijn nieuwer. Ik heb ze in de kleur Light Ivory en Light Medium Beige. Omdat het niet wist wat mijn kleur zou gaan zijn. Maar als ik er zo naar kijk... weet ik niet eigenlijk. Ik moet het even swatchen. Ik ga het even openmaken. Nou, ik heb ze dus even allebei op mijn hand geswatcht. Deze onderste is de lichtste en deze was de light medium. Deze is te rozig voor mij. Maar deze is iets te donker voor mij. Dus ze zijn eigenlijk allebei niet goed. Maar er waren niet echt veel opties. Er waren volgens mij maar 3 of 4 kleuren. Dus ja, en die andere 2 kleuren waren sowieso niet mijn kleur. Maar deze 2 zijn ook eigenlijk allebei niet echt mijn kleur. Dus dat is wel een beetje balen. Want ja, ik neig wel meer nou naar de... wat is het nou? Light medium beige. Omdat het toch wel mijn ondertoon is. Want dit is gewoon roze. Dus ik vind de kleuren echt al helemaal niks. Maar ja. Dus ja, normaal zou ik het ook een beetje mengen. Maar dit is echt de roze. Dus ik ga gewoon light medium doen. En ik hoop dat het gewoon op mijn gezicht... ja.
iets mooier is ofzo. Ja, hij is wel echt te donker, mensen. Hij brengt wel heel fijn aan. De applicator is ook heel fijn. En op video lijkt hij ook lichter dan in het echt. Dat heb ik echt altijd. Dan ben ik aan het vertellen over hoe donker iets is. En dan ben ik de video aan het editen. En dan lijkt het gewoon keiwit. Oké, en dan pak ik weer gewoon die Morphe spons. En dan ga ik het uitblenden onder mijn oog. Op zich is de kleur wel iets beter dan dat ik eigenlijk had verwacht. Ik vind hem nog steeds echt te donker, maar ik kom er wel mee weg. Op de swatch was het echt alsof het gewoon echt veel te donker zou gaan zijn en ik er ook gewoon niet mee weg zou komen. Maar ja, eigenlijk is het wel oké, maar toch had ik het liever iets lichter. Ja, nou is het gewoon alsof ik gewoon foundation heb en geen concealer. Echt, de kleuren zijn gewoon de same. Nou ja, ik ga heel even mijn gezicht poederen en mijn neus contouren, want ik heb daar verder niks nieuws van Wet n Wild. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ik heb wel even mijn gezicht afgepoederd en zo. Ik vind de concealers niet zo, los van dat ik hem sowieso niet zou gebruiken omdat de kleur gewoon niet klopt. Ook al was hij goed. Ik vind hem gewoon niet mooi op de huid liggen. Hij ligt ook weer een beetje droog op de huid. Het is een beetje dezelfde formule als die foundation. Dus bij een droge huid is het sowieso no-no. En hij dekt niet genoeg. Het is een beetje het lichte tot medium dekking. En ik hou meer van een volledige dekking. Dus ja, dat is mijn mening over deze concealers. Oké, dan naar oogschaduw. Ik heb een aantal paletjes en een losse oogschaduw. Wet n Wild is uitgekomen met deze drie kleine oogschaduw paletjes. Dit zijn de Wet n Wild Color Icon Eyeshadow Quads. En je kunt dus met alle drie een volledige look maken. Dat is wat ze zeggen. Er staat ook bij elke kleur op transition, eyelid, browbone crease. Dus er staat ook wat je ermee kunt doen. Al vind ik dat altijd totaal niet kloppen, want deze is in de crease. Maar als je een gouden glitterkleur in je crease gaat doen, dat is niet heel mooi. Dus ik doe altijd gewoon mee wat ik zelf wil. En ik heb deze losse oogschaduw in de kleur Toasty. Ik vond die zo mooi eruit zien op de website. Ik dacht alleen dat hij groter was. Hij is echt heel erg klein. Maar hij leek mij zo mooi dat ik hem gewoon echt wilde hebben en gebruiken in deze video. Nou, dan heb ik hier het eerste paletje. Deze heet Stop Ruffling My Feathers. En dit paletje is het meest naturel. Dus als je voor meer een naturel look gaat, kun je beter voor deze gaan. Want deze heeft een beetje bruinige alledaagse kleurtjes. Als je meer houdt van iets meer paarsige Morphe kleurtjes, dan is dit paletje beter. Dit paletje heet Vlog Party. En dit paletje is ook best wel alledaags, maar toch iets feller. Dus als je toch voor iets meer kleur wilt gaan. En het laatste paletje heet Hasta La Costa Baby. En dit is een heel fel paletje. Dus als je echt wilt gaan voor kleurrijk, is dit paletje het paletje voor jou. Je kunt ook gewoon meerdere paletjes kopen en ze mixen. Maar dit paletje heeft, zoals je kunt zien, een hele mooie groen en een hele mooie paars. Dus deze is iets meer fel. Op de achterkant van elk paletje staat ook een fotootje. En daarin kun je dus zien wat de bedoeling is, hoe je alle kleuren gebruikt. Maar je mag uiteindelijk gewoon helemaal zelf kiezen wat je doet. Nou, ik heb heel even deze kleur geswatcht. Ten eerste, wauw, deze is echt super mooi. En ten tweede, dit is een cream, geen poeder. Dat hadden ze eigenlijk wel beter erbij kunnen zetten. Want nou denk ik echt dat je gewoon een poeder koopt, maar dit is een cream. Ik vind hem heel mooi, dus het maakt mij niet uit dat het een cream is, maar dat is wel handig om te weten. Oké, van het Hasta La Costa Baby paletje pak ik eerst deze kleur. Er staat ook op browbone, die is voor onder je wenkbrauwen. En daarvoor ga ik hem ook gebruiken. Dus ik ga die gewoon een beetje hier aanbrengen. Voor een beetje een wenkbrauwlift. En de kleur is heel mooi. Hij is wel echt heel licht. Maar wel heel mooi. By the way, in elk paletje is dit de enigste matte kleur. En de rest is allemaal glitter. En dan van dit paletje pak ik ook de transitiekleur. Ik denk dat die misschien iets te licht gaat zijn. Maar dat gaan we wel zien. En die ga ik gewoon zo in mijn hele arcadeboog aanbrengen. En dan van het paletje Stop Ruffling My Feathers ga ik deze transitiekleur pakken om het iets donkerder te maken. En ik gebruik zo'n platte fluffy kwast. Deze is van de W7 Pro Kwasten collectie. En daarmee ga ik ook in mijn arcadeboog, maar ik blijf er iets onder en meer buiten. De eerste transitiekleur was heel warm en deze is echt meer cool. Maar ik vind het wel mooi hoe dat zo samenhangt. Ik vind dat het echt een hele mooie naturel look creëert. Ja, heel mooi. Ik vind de twee transitiekleuren tot nu toe heel mooi. Ik vind deze groene kleur wel echt heel mooi. Oh my god. Kijk even naar de pigmentatie van deze glitterkleuren. Dit is van dit paletje. Deze zijn wel echt heel mooi. Ook nog even dit paletje laten zien. Kijk deze kleuren, mensen. Deze op de pink is deze kleur. Dit is wel echt heel mooi.
Super mooi. Echt, de pigmentatie is echt wowie. Oké, wat ik dan nou eigenlijk wil doen. Ja, ik wil sowieso deze kleur over mijn hele ooglid aanbrengen. Want deze vind ik wel echt heel mooi. Maar ik wil ook een beetje de andere glitkleur gebruiken. Dus ik ben een beetje aan het bedenken hoe ik zoveel mogelijk kleuren door elkaar kan mixen. Nou, wat ik denk eerst ga doen is een cut crease maken. Ik ga zo'n halve cut crease maken met weer die Wet n Wild concealer. Maar dit is in de kleur Light Ivory. Dus die meer roze kleur. Ik ga geen hele heftige cut crease maken. Ik hou het een beetje laag en naturel. Zelfs voor een cut crease vind ik deze concealer niet fijn. Oké, de cut crease is gemaakt. Nou ga ik deze cream kleur daar helemaal overheen aanbrengen. Zo met een kwast brengt hij niet echt heel fijn aan. Ik ga het doen met mijn vinger. Ja, met je vinger gaat het iets beter. Maar toch is het niet zo mooi als op de swatch. Maar ja, ik ga het gewoon even afmaken. Mensen, dit is zo een vuil. Hoe meer ik smeer, hoe meer er ook gewoon weggaat. Kijk, echt mijn kwast zit echt helemaal onder. En dan breng ik het aan. En het smeert gewoon helemaal weg. De dekking gaat ook gewoon helemaal weg. Het is een beetje oily, creasy of vettig op mijn oog. Oily, creasy, vettig. Goed verhaal, Sarah. Als ik het dan met mijn vinger aanbreng, gaat het iets beter. Maar ook niet echt geweldig, want je smeert gewoon alles wat eronder zit mee weg. Nee. Oh my god. Deze leek zo mooi. Ik raad hem niet aan. Dit is echt niet mooi. Nou, wat ik dan ga doen, is ik pak het paletje Vlog Party. En dan pak ik daar deze gouden kleur. En daarmee ga ik er overheen. Hopelijk redt hij het een beetje. Dit is wel een iets lichtere gouden kleur. Maar ook gewoon heel mooi. Zo, die kleur van net heeft echt fest, jongen. Man, man, man. Ik breng de kleur, by the way, niet helemaal tot buiten aan. Want ik wil hier nog een andere kleur gaan doen. Dus vandaar dat ik het gewoon tot hier ongeveer doe. Deze kleur is echt heel mooi. Deze paletjes zijn tot nu toe echt heel mooi. Het is gewoon echt die cream kleur van daarnet die het nou een beetje verpest. Maar ik probeer nou deze poeder er gewoon een beetje zo op te deppen. En dat het dan gewoon goed blijft zitten. Maar dat lukt eigenlijk wel. Nou, ik ben blij dat die kleur het wel heeft gered. Deze kleur is echt heel mooi. I like it. Nou ben ik even aan het denken wat ik in de buitenste ooghoek wil gaan doen. Echt, ik ben echt all over the place. Ik weet niet meer wat ik wil doen. Oké, ik heb besloten dat ik toch helemaal mijn oog afmaak met deze kleur in het goud. En ik ga er straks met nog een andere kleur gewoon overheen. Voor ja, iets meer glans. Ik hoop dat dat een beetje mooi is. Want ik had iets in mijn hoofd, maar ja, dat zou echt een puinhoop gaan worden. Dus laten we maar gewoon dit doen. Zo, en dan pak ik nou dit paletje. Dit is het paletje Stop Roughing My Feathers. En dan pak ik deze rose gold-achtige kleur. En daarmee ga ik er gewoon met mijn vinger, pak ik het. Met mijn vinger. En daarmee ga ik gewoon een beetje overheen. Kijken of dat mooi is. Ik kan het maar echt een heel klein beetje zien. Ik denk dat de goud iets te donker is. Ja, ik kan het wel een beetje zien. Het maakt het iets meer roze. Maar niet echt wauw. De kleur eronder is denk ik echt te donker. Nou, ik ga heel even eyeliner opdoen en nepwimpers. Ben ik zo weer bij jullie terug. Oké, mensen, ik heb wel eyeliner gezet, maar nog geen nepwimpers. Omdat ik me eigenlijk besefte dat ik ook een nieuwe mascara heb van Wet n Wild. En dit is de Lash Renegade Wet n Wild Mascara. En hij ziet er zo uit, een beetje apart. Ik moet hem nog wel heel even openmaken. Ik heb, by the way, de Makeup Revolution Renaissance Flick Eyeliner gebruikt. En zo ziet de applicator eruit. Een beetje apart met een soort van bolletje aan de bovenkant. Ik vind hem qua formaat niet heel handig, want als je hem wil meenemen neemt hij best wel veel plek in beslag. Maar ik vond hem er zo leuk uitzien dat ik hem ja, wel wilde proberen. Oké, ik vind de mascara niet zo, want het bolletje aan de bovenkant komt steeds hier binnen in mijn ogen. Hij is te groot, dus waardoor ik die kleine mini wimpers hier niet kan pakken en ik heel tijd mijn oog dit aanraak. Dus nee, deze is helaas ook geen wimp voor mij. Dan ga ik nou wel heel even snel nep wimpers opdoen, dan ben ik zo terug. Nou, ik heb mijn nep wimpers op. Ik vind deze echt super mooi, want ze zijn een beetje zo in de war, zeg maar. En ze gaan echt perfect omhoog. Dit zijn de AliExpress Mink Lashes E11. Maar ik zal ook even de link in de beschrijving zetten, want deze keer weet ik wel welke het zijn. Oké, dan pak ik weer het paletje Stop Ruffling My Feathers. Ja, dat klopt ja. Ik twijfel even of je echt zo heet. En dan pak ik weer de matte transitiekleur en die doe ik op mijn hele onderste wimperrand.
Nou, het is vandaag een beetje een naturel look geworden. Met wat meer naturel bruinige kleurtjes. Is ook wel een keer leuk voor de verandering. Want normaal heb ik echt hele felle kleurtjes. En met naturel bedoel ik niet dat ik niet veel make-up op heb. Want ik heb obviously veel make-up op. Maar ik bedoel meer de kleuren. Dat het een beetje natuurlijke kleurtjes zijn geworden. En dan pak ik van het paletje Vlog Party deze browbone kleur. En die ga ik in mijn binnenste ooghoek doen om het een beetje te laten poppen. Dan breng ik gewoon hier aan. En ik breng best wel veel aan. Want ja, ik vind het altijd wel mooi als er hier veel kleur zit. En wauw. Dit is heel goed gepigmenteerd. Nou, en dan pak ik weer die slechte mascara van net. En die ga ik gebruiken voor mijn onderste wimpers. Nou, voor de onderste is het helemaal een ramp. Oh my god. Op zich is de mascara niet heel slecht. Het is gewoon hoe het eruit ziet wat een beetje vervelend is. Dat bolletje zo op het einde. Dat is echt super irritant. Ik weet niet wie in hun team dat heeft verzonnen, but I don't like it. Oh, er komt een windje binnen. Zo lekker. Dit is de eerste wind die binnenkomt. En ik zit hier al voor volgens mij een uur of zo. Oh my god. Nou, dan is de ooglook af. Jullie weten al wat ik van vind. Ik vind deze kleine echt vreselijk. Heeft echt mijn look bijna gewoon verpest. En deze drie paletjes zijn echt heel mooi. Super gepigmenteerd. De matte kleuren zijn ook heel mooi. En er zijn best wel veel kleuren. Vooral als je ze al drie neemt. Ze zijn heel goedkoop. Maar 4 of 3 euro. Dus als je ze alle drie neemt, ben je misschien 15 euro kwijt of zo. Rond die prijs. Dat is niet heel duur voor zoveel kleurtjes. Maar ja, je kunt er gewoon eentje pakken of twee. Je mag gewoon doen wat je wilt. Obvious. Maar ik vind ze echt heel mooi. Ik ben er heel blij mee. Nou, dan ga ik heel even mijn gezicht bronzen met de Wet n Wild Color Icon. Bronzer in de kleur Bikini Contest. Zoals je al wel kunt zien, hij is helemaal vies. Ik heb deze... Oh. Ik heb deze al. En ik heb hem al even. Deze is ook heel mooi. Ik vind de kleur ook heel mooi. Hij is wel echt heel naturel. Dus er komt niet heel veel bruin van af. Maar ik vind het wel mooi gewoon voor als ik niet te veel wil. Dan is deze heel mooi. En hij blendt ook heel makkelijk. En dat vind ik ook altijd wel fijn. Oké, voor blush heb ik wel iets nieuws. Dit is de Wet n Wild Color Icon Baked Blush in de kleur Don't Flutter Yourself. A flutter. Dus zo van fladders. Want dit is een vogeltje die erop staat. Dus vandaar die naam zo. Oh, grappig. Maar dit is dus een roze glitter blush. Hij lijkt echt heel glitterig, bijna als een highlighter. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn op de huid. Zo ziet hij er van binnen uit, heel mooi met een soort van vogel erin. Ik vind het er echt heel mooi uitzien. Het is een beetje rose gold bijna. Nou, ik heb hem op mijn hand geswatcht. Dit is wel echt heel roze. Dit is echt net een highlighter of een oogschaduw. Dit zou heel mooi zijn als oogschaduw. Maar ja, het is dus gewoon echt een blush. Dus ik ga het wel aanbrengen. Ik vind hem niet zo. De kleur is op mijn huid ook echt precies als op de swatch. Het is gewoon te glitterig. Het is ook niet echt een roze. Het is meer een rose gold. Wat het dus nog heeft gemaakt. Nee, ik vind het niet zo, mensen. Ik vind het niet zo mooi. Het blendt ook niet heel, heel mooi. Nee, hij glanst echt veel te veel. Ik zie hier helemaal glansjes zitten helemaal. Nee, het is gewoon alsof ik een highlighter heb op mijn hele wang. Deze is dus voor mij ook een faal. Oh mijn god, vandaag zijn er zoveel dingen niet zo goed. Nou, voor highlighter heb ik niks nieuws. Maar ik heb er wel eentje die ik al had van Wet n Wild. En die vind ik super fijn. En dit is de highlighting powder. De Mega Glow. Dit is de Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder in de kleur Precious Petals. Deze gebruik ik echt heel vaak. Deze is zo mooi. Dus een beetje een champagne. Deze is echt een wowie. En die ga ik gewoon even hier aanbrengen. Echt door die blush is het nou echt hier één grote glitter. Ik kan bijna de highlighter niet eens zien. Terwijl normaal is die echt heel mooi, mensen. Zo zie je maar weer hoeveel die blush glanst gewoon. Ik kan het gewoon bijna niet eens zien. Ik breng ook een beetje aan op mijn neus. En ook een beetje in mijn binnenste ooghoeken om die toch nog een beetje extra te verlichten. Voor de lippen heb ik een lipstick en een lipgloss. Deze zijn allebei nieuw. De lipgloss is ook limited edition. Dus als je die wilt, zou ik er snel bij zijn. En dit is de Wet n Wild lipstick in de kleur Sandstorm. Het is een beetje een roodachtige nude. En hij leek me heel mooi. Dus ik ga die gewoon even aanbrengen. Nou, deze kleur is mooi en hij is gepigmenteerd. Hij is creamy. Deze lipstick is echt geweldig en hij is super goedkoop. Ik weet niet meer precies hoe duur, maar 3, 4, 5 euro of zo. En hij past ook heel mooi met de ooglook. Echt heel mooi. Ik vind dit echt heel mooi. Kim Kardashian is ook met een nieuwe collectie uitgekomen. De
de nude collectie of de naturel collectie, wat het ook is. En deze is echt een dupe van die lipkleur. Ik zal even die foto hier links plaatsen. Dus als je die kleur mooi vindt, maar geen weet ik veel hoeveel die lipstick kost wil betalen, vast duur. Dit is echt een hele goede dupe. I like it. Normaal zou ik het gewoon hierbij laten en geen gloss meer aanbrengen, maar ik heb die wel, dus ik ga het gewoon even laten zien. En dit is de Color Icon Lip Gloss in de kleur... Even kijken, want er staat natuurlijk weer geen kleur op. Oh, Featherless. En dit is een beetje een nude-achtig kleurtje ook. Wet n Wild is by the way ook cruelty free. Dus ze testen niet op dieren en zo. Dus dat is ook wel handig om te weten. Ik vind de verpakking er ook heel leuk uitzien. Met weer van die soort van vogeltjes hier. Volgens mij houdt Wet n Wild echt van vogels. Want elke keer komt hij weer terug. Even kijken. Ja, het is echt een roze nude. Ik heb het een beetje hier op mijn hand gedaan. Beetje roze. En die ga ik gewoon hierover aanbrengen. Hele fijne gloss ook. Hij maakt mijn lippen echt dikker. Heel mooi. Hij is lekker dik ook zo. De kleur is ook heel mooi. Er komt ook echt kleur van af. Want bij veel glosses met kleur komt er niet eens echt kleur van af. Hier komt wel echt de kleur van af. So I like it. Deze twee vind ik allebei heel mooi. Ik vind het ook een mooie combinatie. Door de gloss is de kleur rood iets minder geworden. En is het iets meer nude geworden. Ik vind het echt heel mooi. I like it. Nou, dan nog wat setting spray. En dan is in principe de look echt helemaal af. Nou, dit was dan de video voor vandaag. Ik vind de look echt heel mooi geworden. Ik ben hier heel blij mee. Ik ga het ook echt de hele dag oplaten. Waar ik niet zo blij mee was, was dus deze cream oogschaduw. De oogschaduw paletjes vind ik echt heel mooi. Zeker een aanrader. Mascara vind ik ook niet zo fijn. Concealers vind ik ook niks. De lipstick en de lipgloss echt geweldig. Ik vind deze echt super mooi. Ik ga deze echt heel vaak gebruiken. Super, super mooi. Let op, de gloss is dus limited edition. Dus ja, als je die wil, zal ik hem wel even snel halen. En de blush vind ik echt vreselijk. Deze gaat echt naar de kast daarachter, want deze ga ik niet meer gebruiken. Maar voor de rest, echt helemaal top. Het looks heel mooi geworden. Laat me weten wat jullie hiervan vinden. Laat me weten wat jullie van de make-up vinden. En of je ook iets gaat halen of al iets hebt. Just a sound off hier beneden in de reacties. Want ik vind het altijd leuk om te lezen. Vergeet ook vooral niet te liken en te abonneren als je op de hoogte wil blijven van mijn 2 video's per week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. En hier en daar wat extra video's. Ik vond het weer heel leuk om deze video te maken nadat ik dus 2 weken geen make-up op heb gehad. Vind ik het weer heel leuk om dat dan weer te doen. En ik hoop jullie dan weer gewoon snel te zien bij de volgende video. Doeg!